U bent eerder op Aruba geweest, maar dit is voor het eerst dat er ook echt een rapport verschenen is naar onderzoek. Dat klopt, wij gaan regelmatig naar Aruba de afgelopen jaren, vooral om het onderzoek te doen. En nu komen de uitkomsten worden openbaar gemaakt. En wat zijn die uitkomsten in het kort? In het kort vinden wij dat er veel te verbeteren valt. Wat we zien is dat er toch nog problemen zijn met het beleid. Dus dat het beleid niet is volgens mensenrechtenstandaarden. Dat de mensen worden vastgezet zodra ze binnenkomen, dus irregulier binnenkomen. Dat betekent dat ze worden opgesloten. Daar zijn andere mogelijkheden voor, bijvoorbeeld het melden. Dus dat is iets wat wij belangrijk vinden, dat mensen niet worden vastgezet. De zorg binnen de detentie is niet goed. Mensen hebben geen toegang tot artsen. Het is onhygiënisch. De omstandigheden zijn daar erg slecht. Daarnaast ook basale dingen als goede voorlichting, mensen op hun rechten wijzen, missen wij. Dus laten we zeggen dat we het gesprek graag aangaan met de overheid van Aruba om te zorgen dat dat beter gaat. Geen beleid is natuurlijk ook beleid. Als ik zelf op Aruba rondkijk, 1 op de 5, 6 mensen is een vluchteling uit Venezuela. En die worden niet allemaal vastgezet. Sterker nog, er wordt eigenlijk helemaal niet naar omgekeken, is mijn indruk. Is dat ook uw indruk? Het klopt dat er heel veel mensen uit Venezuela zijn, maar dat betekent dat er een deel inderdaad wordt vastgezet. Een deel heeft geen toegang tot voorzieningen, werken over het algemeen in het zwarte circuit, wat ook risico op uitbuiting herbergt. We hebben ook casussen gezien van vrouwen die bijvoorbeeld geen aangifte durven doen voor gender-based violence, omdat ze dan dreigen te worden opgepakt. Dus zelf op het moment dat mensen niet gevangen zitten, zijn de omstandigheden nog steeds niet zoals ze horen. Aruba is onderdeel van het Koninkrijk. Welke rol speelt Nederland hierbij? Nederland financiert en ondersteunt. Maar we hebben in openbare documenten die we hebben opgevraagd kunnen vinden dat bijvoorbeeld Nederland ook deportatievluchten financiert. En dat is problematisch. Want het is niet de bedoeling dat mensen onrechtmatig worden uitgezet. En ook niet dat het wordt gefinancierd door Nederland. Schendt Nederland daarbij mensenrechten, mogelijkerwijs? Ja, want ze schaden het principe van non-refoulement. Dus dat is uitzetten naar een onveilige situatie. Dus dat is problematisch. Hoe is uw samenwerking geweest met Aruba tijdens het onderzoek? Ik moet zeggen dat we volledig gefaciliteerd zijn in onze reizen. We hebben contact gehad met bewindspersonen. We hebben contact gehad met ambtenaren, verschillende diensten. Dat is allemaal goed gefaciliteerd. Dus dat is echt heel erg fijn. Zijn de verschillen tussen Aruba en Curaçao? U heeft nu op Curaçao uiteraard al 2 keer een rapport uitgebracht. Nu op Aruba. Is er een verschil? Ik denk dat je kunt zeggen, sowieso de procedures zijn anders. Omdat Aruba en Curaçao niet aan dezelfde verdragen worden gehouden. Want ze hebben verschillende verdragen ondertekend. Curaçao heeft bijvoorbeeld niet het vreemdelingenverdrag ondertekend. Dus daar komen mensen binnen die bescherming zoeken op basis van artikel 3 EVRM. En Aruba heeft wel het vluchtelingenverdrag ondertekend. En daar gaat het dus over een asielprocedure. Dat is een verschil. Ik denk dat het verschil is dat de overheid meer faciliteert onze onderzoeken. En ook zorgt dat we overal terecht kunnen. En toegang krijgen, dat is heel erg prettig. Maar in die end zien we eigenlijk wel dezelfde resultaten. En dat is jammer. Dus beleid van Aruba is mogelijkwijs niet in lijn met de verdragsverplichtingen die Aruba is aangegaan. Ja, dat klopt. Kunt u dat wat specificeren? Van zoals ik zeg, van als we het leggen langs de verdragen die we hebben, zitten daar een aantal basale punten in. Dat noemde ik net al. Dus het verstrekken bijvoorbeeld van informatie in mensen hun eigen taal. Maar ook procedures uitlopen. Mensen die het uitzetten als procedures nog lopen. Ouders die van hun kinderen scheiden, kinderen vastzetten. Medische zorg. Dat zijn allemaal punten waar eigenlijk ze van hebben gezegd, daar committeren wij ons aan. Want ze hebben het verdrag ondertekend en dat is niet zo. Dus we houden ze zeg maar aan de verdragen die ze zelf hebben ondertekend. Heeft u in dit onderzoek ook met Venezolanen gesproken? Ja, dat hebben we wel degelijk, ja. Dus we hebben gesproken met Venezolanen. We hebben gesproken met NGO's die ze ondersteunen. We hebben gesproken met ambtenaren. We hebben gesproken met politie, justitie, bewindspersonen. Dat is hoe we de onderzoeken altijd doen. Advocaten. Dus het is een breed onderzoek. Het is niet zoals één iemand zegt van nou het is zo dat we zeggen tuurlijk dat geloven we. Wie ook informatie verstrekt, die wordt altijd meerdere malen gecheckt en aangehouden tegen andere lijnen en uiteindelijk tegen het beleid zelf natuurlijk. En het beleid wordt weer aangehouden tegen de internationale standaarden waar men aan moet voldoen.
U spreekt daarop Aruba aan, maar spreekt u ook Nederland hierop aan? Zeer zeker. Eigenlijk is het zo dat we het Koninkrijk aanspreken, want het Koninkrijk heeft alle verdragen ondertekend en geratificeerd. Zij horen zich ook te houden aan de mensenrechtelijke standaarden, daar hebben ze zich aan gecommitteerd. We spreken Aruba aan, zelfstandig land binnen het Koninkrijk. En we spreken Nederland aan omdat wij vinden dat ze hun due diligence, dat betekent goed op het moment dat je geld geeft, dat je echt het goed controleert. Dus ook Nederland spreken we aan. Dank u wel. Graag gedaan.